Aan de start van het nieuwe schooljaar kampen heel wat scholen met een lerarentekort. Een school in Oudergem ging zelfs zo ver dat ze een IKEA-bon van 100 euro uitreikte aan nieuwe leerkrachten. Eén man ging daar alvast op in. Lustig, de mensen zeggen natuurlijk van Philippe, voor de klas gaan staan, dat is een serieuze beslissing, hè? Ja, we gaan er deuren bij de IKEA. Dat is ook serieus, hè? Bij zo'n triestig leraargelootje. Ga jij dan niet heel je leven lang op zo'n zielig studioappartementje moeten blijven wonen? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar mijn Kallax-kast van IKEA doet dienst als handige scheidingsmuur, waardoor ik daar een ruime slaapkamer heb en hier een gezellig leefgedeelte. Ideas, ruimte. Kan ik het al zeggen? Philippe, haar collega's gaan dat ook niet van die uitgebluste depressiva's en dat er bij een bev aan de lunchtafel zitten. Tuurlijk, ja, het zijn leerkrachten. Maar daar gaat Bibi geen last van hebben, want Bibi gaat met zijn bonnetje aan een IKEA kotbullarballetjes eten. Helemaal alleen. Ja, en dan de bezorgde vragen, hè. Philippe, je bent een triestig, schreeuwmager figuur zonder autoriteit. Heb jij geschik dat die puberjongens u gaan vernederen en koeien eigen heel de dag? Ja, daar ga ik van uit. Maar als ik naar huis ga, gebroken en alleen, kan ik altijd rekenen op een deugdoende knuffel van de IKEA Famnig Jarta knuffel. Ja, zijn met een beste vriend, IKEA Famnig Jarta. Ja, en dat is het van Philippe. Het is schrik dat die pestkoppen u gaan volgen en u thuis gaan terroriseren. As we speak, stond er 3 pieten en vuile woorden op mijn voordeur te schrijven. Lustig maar. Hey, Mr. Pisbeck. Maar wat dat die niet weten, is dat meester Piesbeek met zijn bolletje naar de IKEA is gegaan en had hem daar de pepperig schoonmaakset in gekocht. Met de bijhorende pepperig schoonmaaksponsen. Dus teken maar, Peter, ik sponsor er wel af. Ja, doe maar. Ik heb de pepperig, het doet me niks. Doe me niks. Een job als leerkracht, stond dat niet gelijk aan de dood van de menselijke ziel? Ja. Gaat u dat fysiek en mentaal niet compleet verwoesten, Philippe? Jawel. Gaat jij niet elke avond gedesillusioneerd naar huis gaan en depressief in uw zetel in slaap vallen bij een zakje chips? 100%. Maar die chips gaan de volgende dag nog altijd knisperig en knapperig zijn dankzij de BV-gasluitingsclips van IKEA, gekocht van mijn bon. Dan is het van, oh, pas toch op, Philippe. Gaat dat niet te zwaar wegen? Gaat dat niet terug in uw drankprobleem sukkelen? Zeker weten, baby. Maar vanaf nu ga ik wel drinken gelijk een koning in deze prachtige, nog betaalbare, fierbrig wijnglazen van bij IKEA. Oh, en gaan de donkere gedachten dan niet komen? Die zijn er al. Maar die zijn direct een heel stukje minder donker als ik hier de Jampan-lamp aansteek. 4,99 euro, ik heb nog altijd over op mijn bon. Santé. Ja, en dan komt uiteindelijk natuurlijk de vraag, Philippe, heel dat onderwijs gebeuren, is dat niet gewoon allemaal zo kut dat je na de eerste dag al terug thuis gaat zitten met een burn-out? Ja, dat is exact wat er is gebeurd. We zijn een 2 september en ik zit er compleet door. Weg, kom bekwam.